We leven in een tijd waarbij we het lichaam als maakbaar beschouwen en alles moet verklaard worden in cijfers, in modellen. Maar ja, niet alles is verklaarbaar en al helemaal niet ons eigen gedrag of ons eigen lichaam. En het zou mooi zijn als we dat iets meer kunnen omarmen en daar vrede mee hebben. Ik ben kunstenaar, multidisciplinair. Ik werk met technologie en mens en de relatie daartussen. En ik probeer de logica van machines toe te passen op het menselijk lichaam en andersom. De relatie tussen mensen en machine vind ik fascinerend, omdat computerlogica heeft een bepaalde binaire logica. Wat ook wel botst met de menselijke logica, wat niet al te binair is. Maar tegelijkertijd zijn onze gedragingen ook soms een soort algoritmes, een soort systemen. Ja, en daartussenin gebeurt, als je die met elkaar laat communiceren, dan gebeurt er van alles waardoor je veel kan ontdekken over ons zijn en hoe wij functioneren en hoe wij denken en voelen. Voor de Prix de Rome heb ik een interactieve installatie gemaakt waarbij je hartritme wordt gemeten door middel van de sensor en waarbij keramische objecten met geluid reageren op jouw hartslagritme. Dit werk is begonnen met de fascinatie voor wearables of smartwatches en eigenlijk het lichaam beschouwen bijna als machine van ja, in hoeverre kunnen we het controleren? Kunnen we als we ontspannen, want we hebben natuurlijk allemaal een stressvol leven waar we super efficiënt moeten zijn. Dus als we ontspannen, moeten we ook super efficiënt ontspannen. Eigenlijk dat lichaam als machine, dat was eigenlijk mijn fascinatie. En dat is ook versterkt door de pandemie. Omdat we toen ook het lichaam, ja, we zijn steeds meer het lichaam beschouwen als maakbaar apparaat. Wat te controleren valt. Ik heb een beetje een hackersmentaliteit, dus dingen openbreken, dingen gebruiken zoals ze niet bedoeld zijn. Dus dit project is ook begonnen met de sensoren die normaal hartritme meten, waarbij de sensoren vaak middelen. En ik wilde juist het openbreken, juist al die kleine details opvangen. De keramische objecten zijn ontstaan vanuit een fascinatie voor 3D-scans van het lichaam. Welke vaak heel opgepoetst zijn als je ze downloadt. Als je een echt orgaan scan, dan is het eigenlijk een groot rommeltje. Dat wordt al weggepoetst, dat heb ik nog meer gedaan. Dus ik heb in de software nog meer gesmooth. Waardoor je eigenlijk een soort ergonomische vormen krijgt wat half lichamelijk, half technologisch overkomt. In dit werk speelt geluid een hele belangrijke rol. Ik heb hierbij samengewerkt met Sjoerd Luiten, componist. Hierbij zijn we echt op zoek gegaan ook naar vrij elementaire geluiden die ook een soort van emotie uitlokken. Want hartslag is ook heel afhankelijk van je emotionele staat. We hebben gekeken naar wat de objecten qua geluiden kunnen maken en zijn er op zoek gegaan naar ja, irritante geluiden zoals krassen, maar ook hele fijne geluiden, fijn tikje of een soort streling van de objecten. De installatie heeft een soort sfeer van een laboratorium, waarbij de deelnemer onderdeel is van het experiment. Hierbij hoop ik dat het een soort ontdekkingstocht wordt van machine proberen te begrijpen, de logica daarvan, maar ook het eigen lichaam. De pandemie heeft veroorzaakt ja, een soort angst voor ons lichaam, maar tegelijkertijd een soort idee van de totale maakbaarheid van het lichaam door allerlei regels en protocollen waar we ons toe moeten verhouden. Ja, ik wil eigenlijk dat mijn werk daarop reflecteert en daar misschien de vraag stelt: kunnen we misschien dat lichaam ook beschouwen als iets wat niet controleerbaar is? En daar juist ook de magie van inzien.